Nu is het nog rustig op sportpark Langezand in Lelystad. Slechts een vader staat met zijn zoon te tennissen op de banen van LTVL. Vanaf morgen is dat wel anders. Dan spelen meer dan 300 tennissers op het Toomba Open met als sportief hoogtepunt het Nederlands ranglijsttoernooi. Volgens toernooivoorzitter Pieter Hermes is er op voorhand geen winnaar aan te wijzen. Ja, bij de heren hebben we Jasper Smit natuurlijk nummer 6 van Nederland. We hebben Bart de Gier nummer 9 van Nederland. Kevin Boelhouwer doet mee, ook eentje die bij de eerste 20 staat. En Tim van der Heijden. Dat zijn allemaal jongens die zijn hier al een keer geweest. En die hebben allemaal halve finale, finales gespeeld. Ja, en Jesse Timmermans, ook een outsider. En er zijn echt een groepje van man of 10 die eigenlijk best wel de finales kunnen halen. Vorig jaar won Jasper Smit het toernooi door in de finale te winnen van Jesse Timmermans. Die moest opgeven met een blessure. De winnaar van dit jaar kan rekenen op veel punten voor de ranglijst en een mooi geldbedrag. Ja, de winnaar van de heren kan zeg maar €1100 verdienen. En bij de dames is het iets van, is een ster minder, dus dan praat je over €500. Maar het evenement bestaat uit veel meer dan alleen het rankingtoernooi. Zo is er ook het open toernooi. Ja, daar hebben we ook iets minder dan 300 deelnemers. En dat is natuurlijk eigenlijk voor de club is dat het belangrijkste toernooi. Hè. De ranglijsttoernooi spelers, dat is leuk. Maar daar willen we mee laten zien hoe goed de tennis kan zijn. Hoe leuk om naar te kijken. Maar het open toernooi is voor ons natuurlijk belangrijk. De gezelligheid, de mensen die komen kijken naar elkaar. Even wat komen drinken, wat eten. Dit jaar we hebben natuurlijk ook gewoon dat je s'avonds kan komen eten. Dus alles is aanwezig om er een mooi toernooi van te maken. En daar zijn de open toernooispelers gewoon de belangrijkste voor.